Universiteit Antwerpen. Bepaal mee de toekomst. EK 2024, via Schaffenbas. Uw dagelijkse portie Duits-Belgische voetbalcultuur tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Een podcast met Thomas Ernst van de Universiteit Antwerpen, professor Duitse letterkunde. Deel 26, maandag 8 juli 2024, Frauenfußball. Vandaag vindt geen wedstrijd plaats op het EK 2024, de halve finales starten pas morgen. En dus is vandaag een dag van de rust, een dag van reflectie. En ik vind dit is een uitstekende dag om een aflevering te wijden aan het vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal is natuurlijk zo gezegd, letterlijk, momenteel de andere kant van de eigenlijk woord te vaak voetbal als synoniem met mannenvoetbal beschouwd, terwijl vrouwenvoetbal dan weer een eigen categorie is. Maar in Duitsland, in de Duitse wereld, heette wat vandaag vrouwenvoetbal is, in het begin ook damenvoetbal, zeer voornaam. En ik ben daar dus van overtuigd dat deze geschiedenis van een duidelijke emancipatie, dat die nog zal voortduren en dat we dus misschien op een bepaald moment in de voetbalgeschiedenis, ja, als iemand zegt, ja, ik ga naar een voetbalwedstrijd kijken, dat iemand dan direct vraagt, mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Zo ver staan wij nog niet, maar er is wel al heel veel gebeurd. En ik ga een beetje, ja, ik ga met u samen eventjes induiken, eigenlijk in dat mooie verhaal. Binnen onze studies trouwens zijn we dan ook bezig, ja, als we het hebben over de cultuurgeschiedenis van Duitsland, beginnen wij in de Aufklärung in de jaren 1770, 1780, waar eigenlijk voor de eerste keer dan ook in Duitsland binnen de filosofie, denk maar aan Kant, mensenrechten worden geformuleerd, die Idee von Demokratie als belangrijk, Gleichrechten von Männern und Frauen und so, dass das eine Rolle spielt, aber wir wissen, es hat sehr lange gedauert, totdat eigentlich diese Rechten dann auch für alle Menschen durchgesetzt sind. Plus, binnen de Duitse geschiedenis hatten wir natürlich dann auch eine zware Periode von Terugval. Denk mal an die Twee Wereldoorlogen, waarin Duitsland eine sehr belangrijke Rol, jammer genoeg, heeft gespielt. Denk an de Holocaust, de Shoah, waarin natürlich het meest barbaarse gedaan werd. Dus verhalen van emancipatie hebben soms ook in sich intrinsiek eigenlijke tegenspiel. Maar goed, gelukkig maar is de geschiedenis van de emancipatie van vrouwen binnen de Duitse voetbalwereld vreedzamer afgelopen, maar het was toch een gevecht. In de jaren 20 hebben de eerste vrouwenvoetbalwedstrijden plaatsgevonden, georganiseerd door studenten aan universiteiten. In 1930 heeft Lotte Specht, een ja, meisje kan men bijna zeggen, een vrouw van 19, medespelers gezocht via een krant. Ze hebben dan samen de eerste Duitse damevoetbalclub gesticht in Frankfurt, maar zijn al een jaar nadien gestopt. De DFB, de voetbalbond, heeft hem niet opgenomen. Zij kregen heel veel tegenwind en het was een zeer frustrerende ervaring eigenlijk. Er waren wel nog vrouwen die een beetje speelden, maar in 1955, na de Tweede Wereldoorlog dus, heeft de Duitse voetbalbond dan wel algemeen beslist, nee, wij gaan vanuit geen club accepteren als vrouwen ook voetballen. We vinden het niet oké. Het citaat toen was officieel: im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schau stellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Dus als Frauen um einen Ball fechten, dann verließen sie eigentlich ihre frauliche Schönheit, ihr Licham, ihre Seele, nehmt Schade, und dass das Publik gewohnt frauliche Lichamen kann bekeken ob het Feld, dit ist auch gegen elke Sittlichkeit in. Dus sehr mannliche, sehr sexistische
ongelooflijk ouderwetse ideeën die daar bij de DFG spelen. Ik heb ook ooit, dat is al jaren geleden, ik heb het nu niet teruggevonden, zeer interessante studies gelezen vanuit de wetenschap die toen werden uitgegeven, waarin eigenlijk ook werd nagedacht over schade die effectief dan vrouwelijke lichaamsdelen zouden nemen als die bal daar tegenknalt en zo verder. Dus daar zijn we gelukkig maar nu van weg. Maar het is natuurlijk een oproep en daar zijn we natuurlijk altijd mee bezig om ook binnen de wetenschap na te denken waar gaan we eigenlijk vanuit, vanuit welke vooroordelen formuleren we eigenlijk onze studies en welke resultaten, met welk maatschappelijk effect produceren we eigenlijk. Dit is een vraag die we natuurlijk in ons onderzoek constant stellen. Dit heeft onder meer ook het effect gehad dat natuurlijk in het publiek het idee bestond van vrouwen mogen niet voetballen of als ze doen, dan is dat eigenlijk zeer raar. Dus toen in 1970 de DFB stopte met dit verbod, toen werden wel door het tv verschillende uitzendingen opgenomen. En ja, ik heb op YouTube daar links naartoe gelegd. Het zijn pogingen om vrouwenvoetbal au sérieux te nemen. Vriendelijk geformuleerd. Maar die druiven gewoon van het seksisme. Het is door mannen gesproken natuurlijk. En het gaat over uiteindelijk nog altijd de schoonheid. Vrouwelijke lichamen. In een bericht van 1970 wordt aan het einde laten ze een vrouw zien die dan uiteindelijk nog lipstick op haar lippen smeert na de wedstrijd en zegt, ja kijk dus, Eva blijft toch Eva. Dus een vrouw blijft een vrouw en ook al staat ze op het veld. Ja, dus vreselijk. Vooral Wim Tölke, een zeer bekende, in Duitsland eigenlijk zeer positief geziene showmaster. Die komt ook uit mijn geboortestad Mülheim. Dus ik ken hem ook. Die heeft ook ooit voor een club gevoetbald, waar ik voor heb gevoetbald. Die was moderator van Sportstudio, heeft dan in 1971 dus vrouwen in zijn studio uitgenodigd en de manier waarop hij beelden van vrouwenvoetbal becommentarieert. U luistert daarna en u schaamt u in zijn plaats, hoe hij daarna kijkt. Ik heb ook op YouTube dan nog van 1975 Der siebte Sinn, een sehr interessante Uitzending, die kwam, ik denk dagelijks in die periode, ik was net geboren in 1975. Daar waren tips over het verkeer en hoe men veilig in het verkeer zich zou kunnen gedragen. Daar is een uitzending over vrouwen am Steuer. En ook dit is zo onvoorstelbaar seksistisch. Ja, wat voor tijden en gelukkig maar dat we in 2024 leven. Goed, we duiken terug. We kunnen ons nu gelukkig maar niet meer echt voorstellen wat een proces van emancipatie het was om in de jaren 70 te gaan voetballen. In 1974 werd TuS Wörstadt dan de eerste kampioen in, het heette toen nog zo, Damenfußball in Deutschland. 1981 der erste Beker-Winner in Deutschland, SSG Bergisch Gladbach, in der Umgebung von Köln liegende. Ja, und dann wird selbst ein National-Ploeg geformt. Und in 1989 won Deutschland, und da sehen wir dann, wer bei einem EK, ein EK, der erste EK. Aber auch dann, in 1989, kregen de vrouwelijke spelers een koffieservice als Prämie. En dat was alles. En de Duitse Voetbalbond vond dit een passend cadeau. Nadien wonnen ze nog 7 keren het EK. Dus Duitsland is daar zeer succesvol geweest. En in 2003 en 2007 werd Duitsland ook wereldkampioen. En ja, spelers, als u een beetje bezig bent met vrouwenvoetbal, kent u zeker keeper Nadine Angerer. Nadine Angerer slaagde daarin in 2007 om het hele toernooi geen doelpunt binnen te krijgen. Iets wat nog geen mannelijke keeper bij de WK-toernooien is gelukt. In de finale heeft ze zelfs een penalty gepakt. Dus een indrukwekkende prestatie. Dan natuurlijk middenvelder Sylvia Knight, later ook zeer succesvol als coach. Won dan zelfs
WK, ich denke in 2007 war sie Coach, in 2003 war es da Tina Tornemeier. Spitz Birgit Prinz, wird later auch Psycholog, ein Begleiter unter mehr den Mannen von TSG Hoffenheim, das belebt in der Fußballwelt. Ja, ein momentan ist wahrscheinlich der meist bekannte Fußballer in Deutschland bei den Frauen Alexandra Popp, Kapitän. Kommt auch das Ruhrgebiet so als ich. Ja, da ist ein hier neue Dokumentäre über das Success ob das WK-Turnier in 2007, die besten Frauen der Welt. Ja, sehr kein Anrader, natürlich auch eindrückweckende Prestasis. Ich bin sehr unter der Indruck, wie dit Prozess eigentlich von Emanzipation oder ähnlich gut gelückt ist an der einen Kant. Was die Strukturen betrifft, haben wir eine unglaubliche Professionalisierung gesehen, sicher in den letzten Jahren. In der Bundesliga sehen wir die beste Pluren, auch verbunden an andere männliche Profclubs, als man so will. Bayern München, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Ihr seht eigentlich ein bisschen dasselbe in Belgien auch, als wir haben über die beste Pluren in Belgien, dann sprechen wir über Anderlecht, OHL und Standard momentan. Aber auch andere Prof-Clubs, die eigentlich vor allem Mannenpluren hatten, sind auf dem Feld sehr aktiv. Wir sehen auch, dass frauenliche Coaches mehr und mehr Success buchen. Diese Sommer wird mit der 32-jährigen Sabrina Wittmann vor der ersten Kehr ein frauenliche Coach, Chef-Coach gemacht in den Profi-Football in Deutschland bei der 3. Klasse FC Ingolstadt. Sie hilft selbst kein Lizenzi momentan, dass die Ratze noch Binnenmuten halen. Sie ist sehr jung, ein H-Club hilft beslist, um H als Coach anzunehmen. Hovel sie eigentlich diese Lizenz noch mut aflegen, da betekent elke Wettstreit muss die Club eine Bute bezahlen, um Haar in Höst zu haben. Aber doch haben sie vor Haar gegossen. Auch das ist eine Veränderung. Und da war ein neues Verhaal, eine neue Reportage über in einem von den letzten Eintraves von Elf Freunde. Ich habe das all an, diese Football-Tätschrift all angeraten. Ein sehr neues Verhaal in den Amateur-Football ist inzwischen auch durchgeladen, dass gemengte Pluch spielen. Und da sind viel frauenliche Footballers, die früher binnen nicht Frauenfußball hoch haben gespielt, die nu in Mädels in der Lagere Rieksen als ältere Spielers noch in den Amateurfußball spielen. Manas diese neue Eier. Und dann ein Ding, das habe ich auch gar nun tun, wir hatten über Köln. Das ist natürlich auch ein Feld, dass binnen et Frauenfußball der Weil Homosexualität, Bisexualität binnen der männliche Fußballwelt noch altet vorherrote Delen ein Tabu bleibt zu sein, auch all seiner Poringen unternommen, um die Tabu oben zu brechen, ist das natürlich auch binnen der Frauenfußballwelt anders. Und der letzte Monaten wird unter mehr Svenja Huth hilft als hilft den Heel in fantastische Karriere, unter mehr vor Deutschland, aber auch in Wolfsburg, achter der Rüch. Marseille und ihr Partner haben zusammen ein gedeelte Mutterschap und haben nun zusammen ein Kind. Und das war ja, behörlich normal. Und es ist natürlich hier gut, dass das normal ist, auch dann in der Sportswelt, weil das hoffentlich dann ooit kein Unterwerb mehr ist. Ja, über Emanzipation gesprochen. Aber da ist natürlich noch sehr viel Werk an der Winkel. Equal Pay. Sicher in zwei Wären, waren ihr well natürlich noch altet verschiedene Summen habt, verschiedene Kijkcijfers. Das ist und bleibt natürlich ein groot Unterwerb. Dann natürlich die verschiedene Konnotatie von Mannenfußball und Frauenfußball, auch die verschiedene Manieren, warum überhaupt wird gespielt. Dann auch andere Ausdauerungen, lichamelijke Ausdauerungen, was ich bijvoorbeeld ja, verschrikkelijk finde und war blijkbaar momenteel viel an Wort gewerkt ist, dass sehr bepaalte Blessures, unter mehr Kreuzbandblessures, in der Frauenfußballwelt viel wacker Platz finden, dann in der Mannenfußballwelt. Binnen Deutschland ist ein Hero-Talent, Julia Gwynn,
De laatste keren ook kapitein van het Duitse ploeg naast Pop. Die heeft zich twee keren een zware kruisbandblessure gehaald. Is indrukwekkend teruggekomen. Ik ga ook daar documentaires beschikbaar maken. Maar ook dit zijn dan uitdagingen waar men nu naar kijkt. Ja, en dan voor mij als cultuur- en literatuurwetenschapper is het natuurlijk zeer jammer dat er wel aan de ene kant goede documentaires zijn over het vrouwenvoetbal, over het Duitse vrouwenvoetbal, maar aan de andere kant alle poringen om wel fictieve stoffen te ontwikkelen tot nu toe volgens mij niet echt geslaagd zijn. Daar is een film FC Venus gemaakt naar een voorbeeld uit Finland. En daar zijn vrouwen op een bepaald moment zeer lastig dat hun mannen meer met voetbal dan met hunzelf bezig zijn. En zij beginnen dan een weddingschap. Als we jullie in een voetbalwedstrijd verslaan, dan mogen jullie niet meer naar de voetbal gaan. En de mannen vinden natuurlijk vanzelfsprekend dat kan nooit lukken. Een film vol van de clichés, zeer weinig overtuigend vind ik. Maar goed. En dan was er zelfs een Tatort. U weet, elke zondagavond een van de eerste programma's uit Duitsland probeert een belangrijk maatschappelijk onderwerp tot een krimi te maken. En één keer was dus de vrouwenvoetbalwereld dan onderwerp van een Tatort. Titel was Im Abseits. En daar speelde dan zelfs Jogi Löw, toen Coach van die Mannschaft, die toen nog die Mannschaft heette, mee. Maar ook dit was alles behalve een geslaagde Tatort. Dus ook da noch Fehlwerk an de Winkel. Het zit doch noch voll van de Klischees. Ja, ik ga afsluiten met een specifieke naam. En als u een Belgische voetbalsupporter bent, dan gaat u achterhoofd zeker weten waar het over gaat. En u gaat een scheef gezicht trekken. En die naam is Rubesch. Horst Rubesch, ik ga een aflevering nog aan hem toewijden. Want natuurlijk, als het over de Duits-Belgische voetbalverhoudingen gaat, dan speelt Horst Rubesch een grote en centrale rol. Maar in de context van de vrouwenvoetbal speelt Horst Rubesch ook een grote rol. Horst Rubesch is momenteel voor de tweede keer coach van de Duitse vrouwen opnieuw ad interim. En hij zal de Duitse vrouwen, Duitse nationale ploeg, dus begeleiden tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En hij heeft al min of meer gezegd dat hij dan zijn officiële carrière ook gaat stoppen. Hij gaat waarschijnlijk nog in de jeugdwerking van Hamburg actief blijven. Maar als u dus wilt weten wat Horst Rubesch nu doet, nu hij niet meer met zijn hoofd beslissende doelpunten scoort. Hij is coach, hij begeleidt vooral en met plezier jonge voetballers en dat heeft hij zeer succesvol gedaan. Maar voor de tweede keer coacht hij nu de Duitse vrouwen. En wij gaan zien vanaf 26 juli in Parijs hoe succesvol hij dit doet. Dus als u naar vrouwenvoetbal gaat kijken tijdens deze zomer, dan komt u zeker ook Horst Rubesch tegen, die trouwens, dat kan ik u ook al verraden, natuurlijk een zeer, zeer grote fan is van vrouwenvoetbal. Ik hoop dat bent u ook. Bis morgen, wir hören uns.